Sinds 1 augustus van dit jaar heeft Bonaire nieuwe verkeersregels. Deze wet verkeersordening is voor het eerst sinds 62 jaar aangepast. En dat was ook wel nodig. Bert de Hennepe, kabinetschef van de gezaghebber, legt uit waarom. Een lange tijd gesproken, hè, over het invoeren van een nieuwe wegenverkeersverordening voor Bonaire. We hadden het al over de oude verkeersverordening is vanuit 1957. Je kunt wel aangaan, er is in die tijd heel veel veranderd. Hè. In 1957 reden er 250 auto's hier op Bonaire. Inmiddels is dat rond de 16.000. Dus dat maakt ook dat je gewoon behoefte hebt aan goede veiligheidsnormen. Dat je goed weet hoe je met elkaar in het verkeer omgaat. Ondanks dat de nieuwe verkeersregels wel al in werking zijn, lijken maar weinig mensen zich hieraan te houden. Zo rijden veel scooterrijders bijvoorbeeld nog steeds zonder helm. Dat komt omdat er nog niet gecontroleerd wordt. Dat gaat pas gebeuren vanaf 1 maart. Ook hele praktische dingen, hè? Ook rondom wat ik al zei, die gehandicapte parkeerkaart. Dat moet helemaal opgezet worden. Parkeerkaarten moeten gemaakt worden, mensen moeten gekeurd worden. En er moeten afspraken worden gemaakt met artsen om die mensen te laten keuren. Ook bureau rijbewijs heeft meer tijd nodig. Zo moeten er nieuwe theorieboeken gemaakt worden. In principe met zo'n nieuwe verkeerswetgeving is niet heel veel veranderd. Want de basisregels die blijven gewoon bestaan, dus voorrangsregels. Het gaat meer om de borden en sommige aspecten zijn erbij gekomen. Zoals profieldiepte, het gebruik van gevarendriehoek bijvoorbeeld. Als een bus van een bushalte wegrijdt, moet je hem verplicht laten voorgaan. Dus dat soort zaken. Dus er zijn niet zoveel veranderingen, maar we zijn wel blij met de nieuwe wetgeving, omdat wij toch iets moderner aan de slag kunnen. En veiliger ook natuurlijk.